25 jaar geleden werd beslist de krachten van de 4 kortrijkse ziekenhuizen te bundelen. Op deze plek stond nog niets, dit was landbouwgebied. Vandaag staat achter mij een gebouw van 150.000 vierkante meter, waar tegelijk 1050 patiënten behandeld en verzorgd kunnen worden. Elke dag werken we met passie aan manieren om onze patiënten een kwaliteitsvol leven te geven. In het hart van ons ziekenhuis vind je ons lab The Greenhouse, waar we streven naar innovatie, ontwikkeling, onderzoek, educatie en expertise. Het is een cluster van specialisten die mikken op het bouwen van bruggen voor nieuwe trends, innovatieve behandelingen en kwaliteit. Zo vergaren we inzicht, kennis en vooruitgang. Als medisch directeur bij AZ Groeningen waakt dokter Van der Schuren over de kwaliteit van de medische zorg in het ziekenhuis. Hij is dan ook de ideale persoon om je onder te dompelen in wat we te bieden hebben. Innovatie betekent onze processen elke dag opnieuw in vraag stellen. Door te voet naar de operatiezaal te gaan voor specifieke ingrepen, houden we de risico's op tromboses minimaal en garanderen we een vlotter herstel voor onze patiënt. Onze patiënt is nu terug naar zijn verpleegafdeling, maar zelfs op afstand kunnen we zijn meetwaarden blijven opvolgen. En het ziet er goed uit. Door met biosensoren te werken wordt parameteropname meer geautomatiseerd, meer gestandardiseerd, wat uiteraard een voordeel is voor de verpleegafdeling. Daarnaast laat het ook ons rapid response team toe om sneller in te grijpen of te schakelen mocht er zich een probleem voordoen in de klinische toestand van de patiënt. Klinische data die gecaptieerd wordt binnen een ziekenhuis gaan we enerzijds inzetten om onze interne processen te gaan sturen en te optimaliseren, maar anderzijds is dat ook een zeer waardevolle bron voor bijvoorbeeld onderzoeksinitiatieven die dan ook door externe gebeuren. Elke dag is een komen en gaan van honderden mensen. Per jaar gebeuren er meer dan 50.000 ingrepen, zijn er ruim 80.000 dagopnames en bijna 500.000 consultaties. We scholen onszelf dan ook constant bij. Naast opleiding zijn onderzoek en samenwerkingen met verschillende partners van cruciaal belang voor The Greenhouse. Een van de vele projecten die we samen opzetten met Vives en Culac is onderzoek naar de mogelijkheden van drone-transport en de impact op de kwaliteit van de stalen nadien. Daarnaast is dit lab de thuis van verschillende baanbrekende onderzoeken. Ik denk dat er in het labo heel veel gebeurt. We hebben ook een heel grote focus bijvoorbeeld op toxicologie. Daar staan we toch ook echt wel aan de top van het werkveld in België. Recent hebben wij de analyse van fosfatidylethanol op punt gesteld, wat een nieuwe en zeer specifieke marker is voor de diagnose en ook de follow-up van alcoholmisbruik. Dankzij fosfatidylethanol kunnen we nu het alcoholmisbruik of alcoholgebruik over de laatste 4 weken in kaart brengen. Een mooie primeur voor het ziekenhuis, maar vooral voor de opvolging van alcoholontwenning. Naast het groot aantal onderzoeken wordt er ook hard gewerkt aan de diagnostiek en behandeling van kanker. Wij zetten eigenlijk volop in op de ontwikkeling van een bepaalde techniek, Next Generation Sequencing, om daarmee de genetische veranderingen in tumoren te gaan opsporen. We doen dat zowel voor solide tumoren, longkanker, darmkanker, melanoom, een aantal andere entiteiten, als voor hematologische maligniteiten. En dus het grote voordeel van de NGS-techniek is dat we op een heel performante en snelle manier naar meerdere veranderingen kunnen kijken en dus zo de relevante pathogene afwijkingen kunnen opsporen. Alsof dat nog niet genoeg is, kan deze NGS-techniek voor diverse doeleinden gebruikt worden. Bijvoorbeeld, jawel, bij het opsporen van daders bij misdaad.
Wij werken heel nauw samen met de QLAC. Dat is heel specifiek binnen het domein van de gerechtelijke geneeskunde, waarbij dat er technieken nodig zijn om onopgeloste moordzaken toch te kunnen oplossen. En NGS is een techniek die heel veel toepassingsmogelijkheden heeft. En dus wat er gebeurt is dat we naar het Y-chromosoom kijken en we kunnen verwantschappen in kaart brengen. En zo kan er een netwerk rond een dader opgebouwd worden en kunnen er in principe moordzaken opgelost worden. Indrukwekkend, hè? Nog even terug naar de behandeling van kanker. Deze keer van prostaatkanker. Daarvoor neem ik je mee naar ons hotlab, waar we de radioactieve stof lutetium koppelen met PSMA. Eens dat in feite die moleculen gebonden met radioactieve atomen ingespoten wordt intraveneus in de patiënt, zoekt die eigenlijk zelf zijn weg naar de prostaatkanker. Gaat daar dan op de membraan van de prostaatkankercellen zitten en gaat op die manier heel lokaal de prostaatkanker eigenlijk kapotstralen. Dus het is zo dat momenteel gebruiken wij die voor prostaatkanker dan endstage. En zelfs in die zeer moeilijke populatie is het zo dat ongeveer 2/3 van de patiënten reageert op de behandeling, waarvan 1/3 zeer goed reageert met een belangrijk levensverlengend effect. Het is ook zo dat er momenteel trials bezig zijn om die behandeling vroeger in de therapiecascade te gaan toepassen. Ook bij radiotherapie, het bestralen van de kankercellen, kan er steeds sneller en nauwkeuriger gezond weefsel gespaard worden met behulp van artificiële intelligentie. Dus radiotherapie, een bestralingsbehandeling, is een zeer gerichte behandeling, waarbij dat voor de patiënt belangrijk is om de tumor goed af te lenen, maar ook de gezonde organen ernaast, om de nevenwerking te beperken. En nu doen we eigenlijk een soort scan- en bestralingshouding, waarbij dat er honderden beelden eigenlijk gegenereerd worden die we manueel moeten aflijnen. Maar gelukkig is er nu zo'n algoritme waarbij dat er artificiële intelligentie gebruikt wordt om eigenlijk in enkele minuten die contouren te genereren. Hier ben je in de operatiezaal, waarbij we in de nieuwste hybride zaal staan. Een hybride zaal is eigenlijk een combinatie van verschillende technieken. In dit geval is dat de C-boog die röntgenstralen geeft, in combinatie vaak met bijvoorbeeld een thoracoscopie, om op die manier twee technieken met elkaar te kunnen combineren. Het gebruik van de robot in de lever- en pancreaschirurgie is eigenlijk nog compleet nieuw, hè? Ja, inderdaad. Dus het lever- en pancreaschirurgie, robotisch, is eigenlijk nog altijd in pioniersfase. Dus enkele centra in Europa verrichten dat. Wat we vooral zien is dat we de voordelen van kijkoperatie kunnen aanbieden aan meer en meer mensen. Dus de meest complexe operaties die vroeger open gebeuren, kunnen we nu ook robotisch via kijkoperatie gaan verrichten met alle voordelen van dien uiteraard. Het grootste verschil tussen de klassieke kijkoperatie of laparoscopie en de robotische kijkoperatie is het feit dat de chirurg voor eerst niet naast de patiënt zit, maar in een console. Het grote voordeel is dat de robot alle trillingen uitfiltert, dat we het beeld krijgen in 3D, dat we veel beter onze beweging kunnen coördineren omdat we eigenlijk polsgewrichten hebben. Wat we in kijkoperatie niet hebben, dat zijn rechte instrumenten. We zijn altijd beperkt in onze handelingen dat we kunnen verrichten. De 5 jaar overlevingskans na een minimaal invasieve leveroperatie voor uitzaaiingen van darmkanker ligt tussen de 66% en 76%. Wat een zeer hoog cijfer is in vergelijking met andere studies. En wat helpt er beter bij een vlot herstel dan beweging en lekker eten? Onze patiëntenmaaltijden kregen als eerste ziekenhuis een erkenning van Go Emilio en van Eddy. En ook natuur heeft een positieve impact op herstel en mentale gezondheid. We besteden dan ook veel aandacht aan de omgeving rond het ziekenhuis. Met grote en kleine aanpassingen maken we het verschil, over alle afdelingen heen. Dankzij een opendraaiende wand behouden minder mobiele patiënten op de geriatrie hun zelfstandigheid. En in samenwerking met onderzoeksinstellingen en industrie ontwikkelen we nieuwe instrumenten die onze behandelingen nog performanter maken.
Investeren in technologie is investeren in de toekomst. Niet alleen voor de patiëntenzorg, maar ook voor de opleiding van onze artsen en verpleegkundigen. Neem nu de HoloLens, een systeem waarbij tijdens de opleiding de patiënt vervangen wordt door een hologram. Innovatie in de brede zin van het woord boekt niet alleen indrukwekkende resultaten, het ondersteunt ook in het bieden van warme zorg. Zo hoeft je kind niet bang te zijn voor een infuus dankzij virtuele sedatie. En ook het wachten op een ingreep is meteen een stuk minder eng dankzij Storywall. Dankzij deze innovaties kan Lieselot in drukke periodes nog steeds contact houden met haar moeder, zonder schuldgevoel. En in samenwerking met Stad Kortrijk ondersteunen wij onze patiënten om hun medisch dossier digitaal te raadplegen en te beheren. En dit is slechts het topje van de ijsberg. We zijn ervan overtuigd dat verder onderzoek, verzamelen van expertise en ambassadeurs de toekomst nog een tikkeltje beter kunnen maken. Er breken mooie tijden aan en we kijken uit naar een boeiende samenwerking.